bibliotheek, wat een ongelooflijk belangrijk huis is in je gemeenschap. Het is inderdaad niet alleen maar de plek van het uitlenen en het weer terugbrengen van je boeken, maar het moet eigenlijk ook een plek zijn, een laagdrempelige plek waar mensen naartoe komen die van taal houden of die een probleem hebben met taal. En daarom is het brengen van een taalhuis in dit mooie huis zo ontzettend belangrijk en is het ook zo goed als een bibliotheek meedoet. Ik heb in het verre verleden nog wat zeggen gehad over de bibliotheek. En ik weet dat die wedstrijd waar jullie aan meedoet, en zeker als je in de top 5 staat, is dat een hele mooie. Want daar doen heel veel hele mooie bibliotheken aan mee. Hij is ooit uitgereikt aan de bibliotheek dicht bij mijn huis, het DOC in Delft. Ook een prachtig biep. Maar dit vind ik ook wel heel bijzonder. Dus ik denk dat je best een hele goede kans maakt. Maar ik ga er niet meer over. Dus dat is dan heel simpel. Ik kan dat vanuit mijn positie vandaag wel even zeggen. Ik vind het heel leuk om hier te zijn en wat dat betreft wil ik ook de Rotary, de voorzitter zit hier recht voor mij, van harte danken. En natuurlijk ook jou, Kees-Jan, want jij hebt mij verleid om hier naartoe te komen. En dat heb ik ook gedaan omdat we gewoon als lezen en schrijven en VNG een hele goede samenwerking hebben. Gemeenten hebben toch een belangrijke regierol en als ze dat met elkaar kunnen delen, samen met maatschappelijke organisaties zoals hier gebeurt, dan kan je echt bergen verzetten. En de wethouder weet er alles van. Onderwijs en cultuur, een prachtige portefeuille. En dan zit je inderdaad vandaag in het hart van dat verhaal. Ik ben heel blij om hier te zijn, dus heel veel dank. Ik ben hier blij ook om hier te zijn, omdat het thema dat we vandaag aan de orde hebben echt een thema is dat onze samenleving heel erg moet bezighouden. 1 op de 9, 1 op de 12 als je de 65-plussers erbij neemt, maar als je van 15 tot 65 mensen van wie we echt verwachten dat ze gewoon functioneren in de samenleving full swing, daarvan is 1 op de 9, 1,3 miljoen mensen zijn laaggeletterd. En dat is heel erg veel. Eigenlijk schrik je elke keer als ik het aan mensen vertel, die zeggen altijd van nee, dat kan je niet menen, 1,3 miljoen. En vervolgens is dan de vraag, ja dat zijn zeker heel veel allochtonen. Nou, no way, dat is gewoon 2/3 autochtoon. Het zijn de mensen waarvan u, in ieder geval ik, weet het nog wel, vroeger die zaten achter in de klas en die mochten de plantjes water geven. Daar was je toch een beetje jaloers op. Maar achteraf denk ik, ben ik blij dat het nu anders is, het onderwijs. Dat nu taal en rekenen, want dat hoort daarbij, digitale vaardigheden, steeds meer hoger op de agenda staan. Nog niet hoog genoeg naar mijn gevoelen, maar er is wel een slag gemaakt in de afgelopen jaren. Maar het is ook geweldig dat hier vandaag energie zichtbaar is en dat u er met elkaar iets aan wil doen. Want moeite met lezen en schrijven, je zegt het even makkelijk, maar het heeft een enorme impact op mensen. Betekent dat je nauwelijks formulieren kunt invullen voor je zorgtoeslag of voor de kinderopvang. Dat je de brieven van de gemeente eigenlijk heel moeilijk kunt lezen. Dat je gezondheidstips en patiëntenfolders en bijsluiters niet kunt lezen. Daar kunnen hele gevaarlijke situaties uit voortkomen. Sommige artsen zien mensen steeds opnieuw terugkomen omdat ze hun medicijnen gewoon niet goed innemen. Dat ze niet begrijpen hoe het moet. En daarmee zijn ze natuurlijk ook een grote kostenpost voor de samenleving. Maar vooral voor hen zelf zijn ze een risico qua gezondheid. Het schrijven van een sollicitatiebrief. Als je laaggeletterd bent en je moet weer de arbeidsmarkt op, begint het toch wel met een sollicitatiebrief. En je moet ook wel begrijpen hoe je computer werkt en hoe je digitaal handelt. En daarvoor moet je kunnen lezen. Het voorlezen van je kinderen en kleinkinderen en het ondersteunen van kinderen op school. En laaggeletterdheid is ook een soort erfelijk, want het gezin dat het heeft, geeft eigenlijk al snel weer door aan het kind in het gezin. En je ziet dat dat voor kinderen dus gewoon risico's oploopt. Die kinderen beginnen ook alweer met een achterstand en de juffen, de meester op school, doen dat heel moeilijk om erin te halen. We moeten functioneren in deze samenleving en loketten zijn overwegend dicht, zijn er haast niet meer. Dan heb je gewoon taal nodig om het te kunnen begrijpen. Erg belangrijk. En daarom staan we samen met andere partijen voor de uitdaging om deze groep mensen te bereiken en ze vervolgens ook iets aan te bieden wat hen verder op weg helpt. En als je dat doet en je helpt mensen verder op weg, dan blijkt gewoon het wetenschappelijk onderzoek, de aanpak die wij doen als lezen en schrijven heet taal voor het leven, dan blijkt dat dat ook effectief is, want dat ze invloed heeft op het functioneren van mensen. Mensen zijn gelukkiger, mensen die zijn gezonder, mensen kunnen zich beter ontwikkelen in een baan. Zo'n 52% van de mensen heeft een baan die laaggeletterd is, maar we moeten bedenken dat heel veel mensen